borstvoeding geven in het openbaar. Kan dat of niet? Dat is de kwestie. Mevrouw, wat is dit? Dit tolereer ik absoluut niet. Dat kreeg Marjolein Vos uit Zutphen pas te horen in een schoenenwinkel toen ze daar nietsvermoedend een borst tevoorschijn haalde voor haar kleine dorstige meisje van anderhalf. Marjolein haalde de krant met het incident en brengt nu de oude discussie tot leven met een nieuwe oproep. Borstvoeding, natuurlijk. Ook in het openbaar. Hoe lang geven we dat dan wel niet? Honderdduizenden jaren, sinds het begin van de mensheid. In ieder geval al ruim voordat er sprake was van openbare ruimte. Dus alsjeblieft, samen, laten we het samen weer normaal maken. Want borstvoeding geven, dat kan gewoon altijd en overal. Nee hoor, er zijn ook situaties waarin dat helemaal niet kan. Dat vindt Hester Zitvast, freelance journaliste onder andere voor Vrouw. Zij is deze week in de kwestie onze tegenstander. Nee, ik vind het niet onsmakelijk. Ik vind het gewoon, niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. En dan heb ik het over kleine kinderen, sommige mannen, sommige vrouwen ook natuurlijk, sommige culturen. Je moet een beetje rekening met elkaar houden. Het is niet dat ik het borstvoeden aan zich onsmakelijk vind, helemaal niet. Dat moet je... Ja, dat is dus een van de natuurlijkste dingen die er is natuurlijk. Dus dat moet gewoon kunnen. Maar gewoon niet overal. De argumenten spreken voor zich. Maar hoe zit het met u? Heeft u ook problemen met plotselinge tepels? Dit hebben ze in Purmerend in de melk te brokkelen. Niet specifiek in een winkel, maar wel waar je een kop koffie of zo kan drinken. Daar zou ik geen probleem mee hebben. Nee. Maar gewoon winkels, ja, dat zou ik een beetje... Je moet wel weten waar. Ik vind dat het wel moet kunnen, alleen misschien wel een beetje wel privé houden. Dus misschien een beetje in een hoekje, niet helemaal open en bloot. Heb je wel eens reacties gekregen? Nee. Eten. Gelukkig niet. Je bent wel... Eten. Ja, je moet je eten. En dan wel even afdekken? Nou ja, als het kind eraan zit, is het al afgedekt. Ja. Wat zie je daar nog? Op strand lopen ze ook bloot, dus ja toch? Ik vind gewoon dat het gewoon moet kunnen. En zo, de winkeliers moeten ook ervoor zorgen dat de vrouwen een plekje hebben. Ik vind wel dat dat kan. Waar je dat doet en kijk, ik hou zelf van een beetje privacy. Ik heb daar geen problemen mee. Nee. Hoort erbij. Het hoort erbij. Dit is de natuur, hè? Ja. Ja toch? Of zie ik dat verkeerd? Tot zover. Wilt u nog reageren op deze kwestie? Ga dan naar telegraaf.nl/watuzegt. Volgende week zijn we er weer. Dan weer een nieuwe kwestie. Tot dan. Dag.